Hoi, mijn naam is Bram en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Met een Zachte G. Vandaag heb ik weer genoeg leuks voor je in petto. Zo was Carmen bij het walking voetbal voor ouderen. Komt Pien zo meteen hier in de studio vertellen over van alles wat je met bloemen kunt doen. En sluiten we wederom af met gebabbel. En ook deze week liet Naninja een wens in vervulling gaan. En dit keer wel een hele schattige. Welkom bij Gelukt, het item waarbij we de grootste en kleinste dromen van Tilburgs uit laten komen. Deze keer is aan Emma de beurt. En Emma heeft een droom die ik stiekem zelf ook heel erg leuk vind. Hoi, mijn naam is Emma en ik kom uit Tilburg. En mijn wens is om omringd te worden door puppies. Nou Emma, waar komt die droom van die puppies nou vandaan? Ik heb altijd al een hond willen hebben, maar ik mocht er nooit een van mijn ouders. Dus het is al lang een van je grootste dromen? Ja, zeker. Nou, daar heb ik een verrassing voor jou. We staan hier vandaag bij dierenopvang van de Voorste Grootel. En wij gaan naar puppies kijken. Who let the dogs out? Ho, 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 ho. Who let the dogs out? Nou, wij gaan naar de puppies kijken. When the party was nice, the party was jumping. Hey, yippee-yi-yo. And everybody's having a ball. Ha, ho, yippee-yi-yo. Stop the name calling. Yippee-yi-yo. And the girls report to the call. Hey. And then the poor dog showed down. Who let the dogs out? Who let the dogs out? En hoe vind je het, Emma? Leuk. Ja, ik snap het. Ze zijn heel lief. Who let the dogs out? I say to the people, hit up our coast. You really want to skip town. So back up off me. Get back, Scruffy. Get back to Flea Infested Mongrel. Myself, no, not to be angry. Hey, yippee-yi-yo. Any girls calling them canine. Ho, yippee-yi-yo. Tell the dummy, hey, mind is part of the party. Yippee-yi-yo. You fetch a woman in front and her mind's behind. Hey. Her bones run out now. Who let the dogs out? Ho, 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 ho. Who let the dogs out? Ho, 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 ho. Who let the dogs out? Ho, 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 ho. Who let the dogs out? Say, nou Emma, ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je nou een favoriet? Ja, ik denk dat ik Brucey wel het leukst vind. Ja, dat is ook echt een lievertje, hè? Nou Emma, kun jij nou zeggen dat je droom gelukt is? Ja, mijn droom is uitgekomen en ik heb een hele leuke middag gehad, dus dankjewel. Nou, mooi zo, daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Wil jij net als Emma dat jouw droom ook uitkomt? Stuur dan een mailtje naar het onderstaande adres met jouw droom. En wie weet, brengen wij deze volgende week in vervulling. Nou, als ik dit zie, krijg ik spontaan zin om een puppy te adopteren. Mocht je zelf nou een wens hebben die echt uitgevoerd moet worden, stuur dan even een mailtje naar info@eenzachtig.nl. En voor je het weet, laten we jouw wens wel uitkomen. Intussen is naast me komen zitten Pien van Groenrijk. Welkom in de studio. Dankjewel. Hoi. Hey Pien, je werkt bij Groenrijk en komende week ik zag op de site dat er komende week allerlei verschillende workshops te doen zijn. Laten we het daar zo meteen even over hebben. Allereerst wil ik even weten, hoe lang werk je eigenlijk al in het groen? Alles bij elkaar 15 jaar. 15? Ja. En heb je hiervoor dan nog iets gedaan of echt 15 jaar hier bij deze plek dan? Nee, twee jaar bij Groenrijk. Ja. En daarvoor heb ik andere dingen gedaan bij bloemisten, tuincentrums. Oké. Wel verschillende dingetjes. Ja, klopt. Heb je dan ook een opleiding gedaan op dat vlak? Of? Ja, ik heb 4 jaar op school gezeten op de MAS in Breda. Ja. Daar heb ik bloemschikken, bloembinden gedaan. En daarna ben ik nog een jaar naar Rijnsburg gegaan. Daar heb ik groothandel en veiling gedaan, gestudeerd. Oh, maar dat is dus wel echt je passie dan, het bloemenvak? Ja, Oké. Nou, die workshops. Stel, ik zou vrijdag meedoen aan zo'n workshop. Wat kan ik in hemelsnaam verwachten van zo'n workshop? Nou, je gaat aanstaande vrijdag hebben we een wintertafereel. Dus we gaan iets maken voor buiten op de tuintafel. En je komt bij ons binnen. Mm-hmm. Je krijgt koffie, thee, wat je wil. Met Doe wat maar. Lekkers erbij. Alle materialen zitten erbij. En wij gaan jou helpen om dat te maken. Oké, nou, ik kan wel wat hulp gebruiken, denk ik wel. Bloemen zijn niet zo echt mijn ding. Maar jullie geven dus winterworkshops. Ja. Ik zei al net, ik heb niet zoveel met planten en bloemen. Wat zijn
echte wintertips wat betreft bloemen? Nou ja, in de tuin kun je niet meer zoveel doen. Dus mensen gaan meer naar binnen. Vandaar ook de workshops. Zeker straks tegen de kerst. Dan krijg je weer de kerstkransen, de tafelversieringen en dat soort dingen. Ja, ja. En omdat mensen het eigenlijk heel leuk vinden om dat te doen, maar het niet weten hoe dat ze het moeten doen, ja, begeleiden wij ze daar door middel van een workshop te geven. Ja, ja. En even kijken, jullie hebben ook al herfstworkshops gegeven, ja, toch? Ja, hebben we ook gedaan. Ja, en voor de vogels hebben we een workshop gegeven voor op de tuintafel. Dat de vogels bij jou in de tuin kunnen komen eten. Nou, hartstikke leuk. Ja. En alles. Ben je zelf een beetje een herfstpersoon? Hou je van herfst? Of? Ik vind de herfst wel heel erg mooi qua kleuren, ja. Maar kleuren. Als ik moet kiezen, dan doe de lente maar. Ja, ja, oké. Okay. Nou, zijn er toevallig ook nog do's en don'ts op het gebied van bloemschikken? Ja, dat is voor iedereen verschillend. Mm-hmm. Iedereen bepaalt zelf wat ze willen maken. Ja, precies. Sommige dingen zijn toch echt wel ouderwet. Het is nu op het moment meer... Het eenzijdig bloemschikken in een vaasje met wat losse takken en echte grote boeketten, dat wordt wel minder. Oké, nou laten we het daar nog even verder over hebben zometeen. Want eerst gaan we iets anders kijken. Sinds kort is namelijk bij voetbalvereniging SVG zijn er speciale voetbaltrainingen. Nu hoor ik je vragen, wat is er dan zo speciaal aan? Nou, dat kan Carmen je haar fijn uitleggen. Hallo allemaal, ik sta vandaag in de kantine van voetbalvereniging SVG. En SVG heeft wel een heel bijzonder clubje. Ze hebben namelijk de Old Stars en die spelen op elke dinsdagochtend walking voetbal. Ik ken het niet, dus ik ben heel benieuwd wat het is. We gaan het eens vragen. Ik zit hier in de bestuurskamer van SVG, waar het walking voetbal gehouden wordt. En ik zit hier met een man aan tafel en ik ga ze even aan u voorstellen. Wie bent u? Ik ben Frans. En waarom bent u? Nou, we gaan hier straks een lekker potje voetballen. Een beetje walking voetbal, zeggen ze. Dus een beetje rustig aan voetbal. Ja. Rustig aan voetbal. En komt u ook voor het rustig aan voetbal? Ja, ik kom ook voor het rustig aan voetbal. Ja, gezellig. En u bent de oprichter? Wilt u zelf even voorstellen? Nou, oprichter niet. Ik ben er met opgestart, met twee andere mensen. En ik kan helaas niet meedoen met de nieuwe heup, maar ik ben wel van plan om straks aan te sluiten. Ja. Heel leuk. En wat houdt dat walking voetbal nou precies in? Kunt u daar iets over vertellen? Nou, het is dus zo dat het eigenlijk opgericht is voor 60 of 65-plussers. En die nog lekker bezig willen zijn. Dus daarvan hebben ze ook, dus er mag niet gerend worden. De bal mag niet hoger komen als heuphoogte. En dus het is alleen maar lopen. Lopend voetbal. Hey, ik speel hem aan. Jij neemt hem aan, loop ik deze kant toe. En dan gooi jij. En dan draai je door. Ja. En maar wat was nou voor de vereniging de motivatie om dit op te richten? De voorzitter had erover om eventueel FG een boost te geven. En toen hebben we gekeken om eventueel damesvoetbal gaan te doen, maar daar zijn we een beetje te laat mee. Dat hebben we al een keer meer geprobeerd om dat op te zetten, maar dat lukt gewoon niet. Toen haalde hij aan om walking voetbal, dus ik ben gelijk erin gesprongen en de mensen benaderd. En het enthousiasme is te zien dan straks op het veld. Zeker, want zijn er nu ook nog, want damesvoetbal wordt best wel veel gedaan, maar walking voetbal had ik persoonlijk nog nooit gehoord en ik voetbal toch ook al best lang. Zijn jullie ook de enige club in Tilburg of zijn er nog andere clubs die het ook doen? Longa is ook mee gestart. Hoeveel dat er daar zijn, weet ik niet. Maar in Brabant en in heel het land is het gewoon heel erg in opkomst. Het was een hartstikke leuke training. Wat vond u ervan? Ja, ik vond het wel leuk. Was u een beetje in vorm? Ja.
Ik ben altijd in vorm. Ik ben altijd in vorm. En hoe vond jij het? Ik vond het hartstikke leuk. Ja, het is wel moeilijker, hè? Ja, je moet allemaal precies in de voet passen. Want als je 2 meter vandaan paast, dan ben je al te laat. Ja, daarom. Ik vond het wel, ik moest heel veel nadenken. Ik mocht niet rennen. Vlug nadenken en eventjes vrij manneke zoeken. Ja. Dat is heel spelletje. Lukt niet altijd. Wel hartstikke leuk. Nou, ik ga nog even een lekker bakje thee doen, want ik heb er toch al een beetje dorst van gekregen. En we zien je volgende week weer terug. Dankjewel. Nou, wel fijn om te weten dat mocht ik over 40 jaar nog een hobby zoeken, dat ik weet dat ik terecht kan bij de voetbalvereniging. Hey Pien, we hadden het net over die do's en don'ts, hè? Ja. Heb er even over na kunnen denken, wat zijn nou echte do's en don'ts? Wat kan wel en wat kan niet bij een winterstukje? Nou, in een winterstuk kun je geen zonnebloemen doen. Dat nee, ja, is echt, nee. Dat is echt nee. Heel raar. Ja, wat je wel kunt doen is amaryllissen, ilex-takken, kerstgroen, skimmia, dat soort dingen. Dat hoort echt wel in een winterstuk. En meer de zomerbloemen, dus de tulpen, de zonnebloemen, dat kan echt niet. Dennenappels, of is dat nog te veel herfst? Dennenappels kan wel in een winterstuk, ja, zeker wel. Ja. Die kun je leuk wit maken of met nepsneeuw erop, dus die mogen er zeker in. Ja. Oké, okay, maar wat zie je dan vooral? Dit zie je ook vooral terug in die workshops dan, denk ik, toch? Ja, zie je ook vooral in de workshops en veel met takken en groen en toch overheersend wel wit eigenlijk. Ja, veel wit, oké. Okay. Veel wit, ja. Dus geen kleur in de winter, maar gewoon nee, wit. Nee, dat is echt voor de kerst bloemstukken, dat is weer meer met kleur. Ja, en, dat maar wel. De winter is toch wel wit met groen. En als jij nou je perfecte winterstukje zou mogen samenstellen, wat zou er dan allemaal in zitten? Neem eens mee in jouw ideale winterstukje. Ja, dan zou er een hoop takken, amaryllissen, bollen, dennenappels, houtschors. Houtschors. Meer, ja, een beetje de natuurlijke materialen zouden er bij mij in zitten. Ja. Ja. Hey, Pien, ik heb nog een aantal dilemma's voor je. Is misschien wel leuk. Ben jij meer een zomer- of een wintermens op het gebied van bloemetjes natuurlijk? Meer de zomer. Wel? Ja. Wat ik vind de zomer vind ik wel heel erg leuk. Dan zijn de bloemenpunten 1 heel goedkoop. Dus dat scheelt ook. Dat is ook een mooi pluspuntje. Ja, en je hebt heel veel keus. Want eigenlijk de meeste bloemen zijn toch wel in de zomer. In de winter wordt de spoeling wel wat dunner. Oké, okay, en als je nou mocht kiezen voor de rest van je leven alleen nog maar bloemen zien of alleen nog maar bloemen ruiken? Wat? Ruiken. Ruiken? Ja. Hoezo? Absoluut. Ja, de geur van bloemen en het groen, dat blijft altijd bij je. Toch wel? Ja, zeker weten. En heb je dan liever een paastak of een kerstboom in je huiskamer? Ik heb wel liever een kerstboom in mijn huiskamer. Wel? Ja, want die ruikt heel lekker. Oh, toch weer die geur? Ja, toch weer de geur. Geen nepboom, gewoon een echte kerstboom. Ja, en welke geur vind je dan fijner? Die van rozen of van tulpen? Ja, van rozen. Wel van rozen. Ja, tulpen ruiken bijna niet. Niks gaat boven rozen. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ze ruiken wel heel erg lekker. Ze ruiken wel heel lekker. Ja. Nou, Pien, bedankt dat je er was. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Wellicht tot binnenkort bij een van de workshops. Mocht je nou, net als ik, meer willen weten over die workshops, kijk dan even op onze Facebookpagina. Ja, het zit er helaas wel bijna alweer op, maar gelukkig eindigen we nog wel met gebabbel. Deze week vroegen we de Tilburger waar hun reis naartoe ging. En volgende week zit Charlotte hier gewoon weer met een nieuwe gast, een nieuwe wens en een leuk Tilburgs uitje. Houdoe! Ik ga vandaag naar Eindhoven, want daar moet ik werken. Ik ben een beetje aan de late kant vandaag, maar ik moest nog even langs de dokter. Dus, De reis gaat vandaag naar Almere. En in Almere ontmoet ik een bedrijf waar ik mensen voor kan gaan inspireren en motiveren. Ik ben ook trainer. En waarom ben ik nou trainer? Dat is eigenlijk mijn tweede passie. Want ik financier daar mijn internationale acteercarrière mee. En dat brengt nog niet heel veel geld in het laadje. Dat kost heel veel geld nu, omdat ik heel veel moet reizen en audities moet doen ook in het buitenland. Dus dan doe ik dat erbij. I go to Amsterdam, back home. I was spending some days in Dongen, that is a town close from here. I have a boyfriend there, so we spent some nice days and now it's time to go back home. Ik ben op weg van Amsterdam naar Loon op Zand. En ik ben van plan om een vriendin daar te bezoeken. We gaan vandaag naar Amsterdam. We gaan naar het concert van de Red Hot Chili Peppers.
Het is eigenlijk heel simpel. Ik ga gewoon naar Tilburg Universiteit. Moet vandaag gestudeerd worden, dus zodoende eigenlijk. Ik ga vandaag met mijn vriendin en met haar zus naar Den Bosch om nieuwe nagels, naar de nagelstylisten. Ik ga naar Utrecht, ik ga naar de HU. Ik studeer daar, dus ja. Naar het museum voor Linden in Wassenaar. Ik ga naar school en dan ga ik movie mis doen. Ook extra traject voor Fontys en dan heb ik nog een extra pak.